gisteravond laat allemaal notities te maken voor waar ik het vandaag over ging hebben. En Martijn die was bij ons thuis en die zei, wat ben je nou aan het doen? Ik zei, nou, ik ben een beetje aan het voorbereiden waar ik het over ga hebben. Ik zei, wat heb je niet meer? Je moet niet zoveel je best doen, dat is helemaal niet handig, dat zit er toch wel in. Ja, we hebben een open haard, dus dat werkt dan heel makkelijk, want dan kun je het meteen veranderen. Dus voor mij was dat een soort ritueel van los. Ik heb toch wat boekjes neergelegd, omdat ik een beetje wil vertellen van wat zijn we hier eigenlijk aan het doen. En voor zover weten we dat dan, want voor net dat we dat weten we dat eigenlijk niet. Dus dat is leuk, een aantal mensen die hebben de reis al voor een deel gevolgd. En dat gaat over permanent beta en dat gaat wat mij betreft over maatschappelijk relevant ondernemen. En wat is maatschappelijk relevant ondernemen? Dat is eigenlijk, denk ik, de logische opvolger van termen als maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen. En maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat is iets wat verwacht wordt van je, hè, dat je dat doet. En maatschappelijk betrokken ondernemen, dat was dan de volgende stap. Toen gingen we zeg maar de huizen schilderen, en gingen met de Lions gingen we allemaal dingen doen. En als bedrijf moet je dan een afdeling hebben in Amerika, dan doe je niet eens mee. Als je niet een goede afdeling hebt met rapport, vooral veel papier, dan kijk je zich allemaal onder banden gedaan. Maar wat heel naar is dat op het moment dat het geld op is, de subsidie valt weg, dan is plotseling het maatschappelijk betrokken ondernemers dat ook onderdrukt. En er worden hele goede dingen gedaan. Maar dat is eigenlijk niet handig. Want als iets van waarde is voor de maatschappij, maar het is afhankelijk van geld, en het geld valt weg, en dat zien we natuurlijk nu op dit moment heel sterk, dan houden we dus goede dingen op te bestaan. En dat is niet slim. En daarom denk ik dat maatschappelijk relevant ondernemen, en waarom zit daar zit ook het woord ondernemen in, dat is wat mij betreft per definitie duurzaam. Want als het relevant is, als het relevant is voor de maatschappij, dan zou het per definitie duurzaam moeten zijn. En dan is het helemaal niet erg als daar iemand misschien een beetje geld aan verdient. Kijk eens, allemaal berghut mensen en Loekie, gezellig hoor. Dus op het moment dat iets maatschappelijk relevant is, en je ziet dat terug ook in Afrika op dit moment, we hebben 30, 40 jaar heel veel geld gestopt naar ontwikkelingslanden, naar de Rising Billion. En dat heeft eigenlijk heel jammer genoeg heel weinig uitgehaald. Maar wat je nu ziet is zoiets als social entrepreneurship, en dat is voor mij een vorm van maatschappelijk relevant ondernemen. Social entrepreneurship waarbij mensen lokaal worden ondersteund om iets te ontwikkelen waar hun gemeenschap iets aan heeft en dan verdienen ze een beetje geld mee. En dat is prima, dat is helemaal niet erg. Want de reden dat ze er geld mee verdienen en dat ze daarmee hun kinderen naar school kunnen sturen en brood kunnen kopen en zeg maar een dak boven hun hoofd hebben, dat betekent dat ze het blijven doen. En dat betekent dus dat het dus duurzaam is. En nu onthouden we vaak alleen van duurzaam alleen de eerste vier letters. Dat is duur. Dat denkt iedereen. Iedereen denkt, maar op het moment dat je er gewoon je boterham mee kan verdienen, dan wordt het pas duurzaam. Dat is wat anders dan proberen heel veel geld te verdienen aan de mensheid. En dus wat de farmaceuten vaak doen. Die proberen heel veel geld te verdienen door het aantal mensen dat ze beter maken te beperken. Dat is een beetje, is niet zo lief. Gesloten. Ik denk dat, en dat is het volgende moment, is denk ik ook dat die waardecreatie van belang is. Dus op het moment dat je iets doet en je voegt meer toe dan dat je ontneemt, dan is dat prima, dan mag je dus ook weer geld verdienen. Maar als je meer ontneemt aan de maatschappij dan dat je toevoegt, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien de banken bijvoorbeeld, als je die vraagt wat doe je nou eigenlijk met mijn geld, ja, dat bewaar ik. Oké. Maar waarom kost het dan zoveel dat je dat doet? En je krijgt ook rente, ja, dat is heel weinig. En dat voegen ze toe. Dus weinig is onttrekken heel veel. Heel mooi voorbeeld, of eigenlijk een heel vervelend voorbeeld, is wat er vorige week dan gebeurt bij de Rabobank en eigenlijk in de hele wielerwereld. Lance Armstrong heeft gebruikt. Echt schokkend. Nou, we denken dat die man op 3 bananen en een milkshake de Alpdues naar boven fietst op dezelfde manier dat jij je kinderen naar school brengt ongeveer. En het meest schokkende vind ik dan nog dat er dus afkoopsommen zijn voor renners, zodat ze die verhalen niet vertellen.
Weet je, hoe ziek kan het worden? Dus daar moeten we volgens mij mee stoppen. Stoppen met meer waarde op te ontnemen dan dat we toevoegen. En ik denk als je meer waarde toevoegt dan dat je ontneemt, dan de wereld een stukje mooier wordt. Nou, wat gaan we bij Permanent Beta proberen? Even, het leuke is, we zijn het eigenlijk al aan het doen. En want Permanent Beta, daar staat dan Bridging Brains, Tech and Culture. En, oh ja, geruststellend, dit is het enige plaatje wat je gaat zien. Ik doe niet aan Dead by PowerPoint vandaag, misschien is dat wel. PowerPoint gedraagt natuurlijk sowieso niet, dat mag duidelijk zijn. Bridging Brains, Tech and Culture. En waarom staat dat er? Wij denken dat het heel belangrijk is dat, dat technologie breder gebruikt wordt. Technologische ontwikkelingen gaan gewoon absurd snel. Echt, ik bedoel, we zijn hier het hele weekend bezig geweest en er waren allemaal nerds of geeks of nou ja, maakt niet uit hoe je ze noemt. En er zitten daar echt geldjes, zit daar op de rechts achter met zo'n Permanent Beta t-shirtje. dan komen ze, ik wist dan wat een Arduino was en ik had nog nooit met een Raspberry Pi gespeeld. Dat is een computertje voor degenen die dat niet weten, die is dan zo groot, dat ga je vandaag allemaal zien. En daar doen ze dan allemaal dingen mee, daar gaan ze films mee afspelen, dan heeft ze nog zo'n beamertje. Dan hebben ze geen connectie, dus dan, oh, maar dat is niet erg, want we hebben hier een spijker en als we die in die topstekker plukken dan, en we doen een klemmetje daar op het bord van die Raspberry Pi, dan krijgt hij alleen gebeld. Oké, okay. Ik vind het dan moeilijk om gewoon stekkers die zeg maar, aan elkaar horen in elkaar te stoppen. Maar goed, wat je ziet gebeuren is dat die jongens die zijn, wat ik wel eens noemen, knutselen, dat is eigenlijk een beetje een fout woord. In Amerika hebben ze daar zeg maar, noemen ze makers, en dat is echt dingen maken. En dat fascineert, want technologie, daar kun je dingen mee maken. En als je dingen kan maken, kun je ze ook dingen oplossen. Ja? Ik weet niet of jullie al van een slingshot hebben gehoord. Dus apparaten kun je zeg maar gewoon aan de ene kant iets wat vochtig is ingooien. Accuzuur of maakt niet uit. En dan kan die in één dag 1000 liter schoon, steriel water van maken. Dus die mensen zijn nu met Coca-Cola. In Afrika gaan ze allemaal slingshots neerzetten. En waarom met Coca-Cola? Ja. Coca-Cola gaat daar geld mee verdienen, maar er zijn plekken, heel veel plekken in de wereld waar het makkelijker is om aan Coca-Cola te komen dan aan schoon water. Dus best een beetje vreemd natuurlijk. Maar die slingshot die gaat Coca-Cola dan neerzetten voor zijn eigen belang, want dan kunnen ze lokaal Coca-Cola maken. Maar tegelijkertijd is er schoon water voor die gemeenschap. En er zijn er heel veel mensen die zeggen, ah, Coca-Cola is evil, daar gaan ze geld aan verdienen. Je kan ook zeggen, ja, hey, zij hebben toegang. En ze gaan dat gewoon doen. En dat, misschien verdienen ze inderdaad geld mee, maar ze doen ook iets goeds. Dat is ook weer maatschappelijk relevant onderneming. Die brains die zijn natuurlijk belangrijk, want technologie zonder vaardigheden of zonder slimmigheidjes, daar heb je niks aan. En wat je nu vaak ziet gebeuren is, mensen zijn met technologie bezig en die hebben heel goede brains. Er zijn ook een heleboel andere mensen die hele goede brains hebben, maar heel veel netwerken komen niet vanzelf bij elkaar. Dat is jammer, hè? Dat zie je vaak gebeuren. Mensen vinden het leuk om bij elkaar zeg maar gelijkgestemden te zoeken. Dat zie je mooi in de straat ook, je hebt dezelfde auto's, dezelfde postertjes aan de muren rond de verkiezingstijd. Bepaalde types lopen op de golf aan, sommigen gaan juist heel erg met een teentje met vieze kleren moeilijk doen. Of fuck you by, of noem dat. Het interessante is als je die mensen aan elkaar kan verbinden. En dat gaan we proberen te doen. Slimme mensen, technologie en culture. Waarom dan culture? Culture staat voor ons voor dat gedeelte van de maatschappij. Dus waarom het belang kan hebben. Want dingen maken of knutselen, dat is één. Maar het is natuurlijk veel belangrijker dat het nut heeft. Dus we willen ook graag dingen oplossen. Dus we gaan mensen om problemen vragen. Dat is wel grappig. Zo geef je een probleem. We willen het best oplossen voor je. Maar de belofte is wel dat als we het opgelost hebben, dat we het daarna ook aan andere mensen mogen geven. Want alles moet open source zijn. Dus we zijn een paar maanden geleden op dat idee gekomen en toen hebben we gedacht van, goh, als we nou eens daar een plek voor zouden hebben. Maar ja, dat kost dan geld. En toen gebeurde er iets heel grappigs, want ik belde Harm van Veldhuizen van de Kamer van Koophandel. En toen zei Harm, kunnen we even afspreken? Ik zei, ja, dat kan. Toen hebben we koffie gedronken. Ik zei, goh Harm, wij hebben een plan en we hebben heel veel kennis en die willen we graag delen. En dat wordt niet minder, maar het is of het nou voor 10 of voor 20 of voor 100 of voor 1000 mensen, dat maakt niet veel uit. Jij hebt hier nog plek boven, zullen we ruilen? En hij zei meteen ja, dat is goed. Wil je ook de zaal erbij?
Wat is handig? Ik zou graag. Moet ik dan geld voor betalen? Nee, als jij heel veel kennis gaat delen met mensen en je gaat die dingen maken, dat is gaaf, want we hebben hier het ondernemersplaza. En daar komt die maatschappelijk relevant ondernemen. En die mensen aan elkaar verbinden, dus die ondernemers, die wat ons betreft heel belangrijk zijn om die te verbinden aan die creatieve mensen en die mensen die met technologie bezig zijn, dat die ondernemers de neiging hebben om te gaan ondernemen, om dingen te gaan doen. En niet te gaan zeggen van, hé, we hebben nu een goed idee. En het feit dat we het idee hebben, en dat we dan heel vaak tegen elkaar aangeslagen hebben, dat vinden wij niet genoeg. We willen er ook iets mee doen. Ja, de ideeën zijn er genoeg, maar waar ik mensen doen. Dus hij zei, dat vind ik gaaf, want dan kun je ook weer ondernemersdynamiek in het ondernemersplaza toevoegen. En dan kun je melden, dat is natuurlijk voor een bedrijf als de Kamer van Koophandel, vond ik dat eigenlijk wel heel vrijdenkend. Maar daar gingen ze niet bij laten, want ze gaan ons ook de hele tijd helpen vandaag ook. Oh, wat wil je allemaal hebben? Oh, koffie? Oh, gaan we regelen. Oh, moet je extra stoelen hebben? Oh, die gaan we huren. Prima joh, doen we allemaal. En toen gingen we ons netwerk natuurlijk vragen. Van, ik zag dat er gefilmd wordt, wie wil spreken en wie vindt het leuk om zijn kennis te delen. Nou. Dus deze hele dag, maar eigenlijk alles wat we doen, hebben we georganiseerd zonder geld en zonder papier. En dan kun je denken, ja, want iedereen komt toch gewoon. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar het feit dat je het zonder papier doet, betekent dat het wat mij betreft in ieder geval veel leuker wordt. Want dan hoef je niet met elkaar heel lang te overleggen over iets wat op papier staat en dan erachter te komen dat je het misschien wel eens bent of niet, maar in die tijd had je ook iets kunnen doen. Terwijl in de meeste bedrijven zijn we nu vooral bezig met overleggen wat op papier staat. En als we het dan gaan doen, dan zeggen we achteraf, ja, maar ik had het anders begrepen. Dus, nou, dat kan ik net zo goed niet doen, zeg maar. Want dan had je in die tijd gewoon aan het werken. En geld is natuurlijk wat wij noemen een stroopversneller. Hè? Die is vaak, komt er geld en dan denkt iemand, oh wacht, ik kan iets geld verdienen of weet ik wat. En dan gaat het lekker en dan stroopversneller. Dan gebeurt er niks meer. Dus papier en geld proberen we te vermijden. Ik kan er natuurlijk niet helemaal omheen. Soms moet je wel eens iemand wat betalen. We hebben heel veel dingen gekregen. Mensen komen video'en. Nou goed, deze dingen die hebben we dan moeten maken. Maar goed, tegenwoordig kun je voor 75 euro. En als je de 6 betaalt, krijg je ook nog korting. Dus we hebben 65 euro betaald. En ja, het zal niet heel even milieuvriendelijk zijn, dat is al het nadeel. Maar daarvoor hebben we boven weer de printer, de 3D-printer staan. Want dat doen we dan weer met biologisch afrekenmateriaal dingetjes maken. Dus dat is altijd leuk. Dus die plek was heel belangrijk om het fysiek bij elkaar te laten komen. Want op internet gebeurt dat natuurlijk al heel veel, dat samenwerken. Dat zie je op fora, dat zie je op Facebook, dat zie je op Twitter, dat zie je het samenwerken. Maar het leuke is wel, als je mensen bij elkaar brengt, dan gebeuren er in één keer dingen. Als je ze fysiek bij elkaar brengt en ze zien elkaar en ze kunnen ook nog een keer dingen gaan maken, dat zul je vandaag zien. Dus ik nodig jullie ook uit om bovenaan ons tech-atelier, zoals we dat allemaal genoemd hebben, in aanbouw. Daar staat een 3D-printer en dan zijn ze met kleine computertjes. En als je dan zo'n Arduino een keer wil zien of er een keer mee wil spelen, tot op zeker met een 3D-printer mag je niet spelen overigens. Daar hebben we een hele simpele regel voor. Als Herman je het niet heeft uitgelegd, dan mag je er niet aanzetten. Dus er zit hier één iemand waar Herman het heeft uitgelegd. Dus de rest mag je niet aanzetten. Maar voor de rest zijn er allemaal spullen waar je mee kan spelen. En het kan je vertellen, het is echt heel leuk als je voor het eerst een lampje ziet branden op een printplaatje wat je zelf aan een computertje hebt verbonden. Dat klinkt heel flauw, maar het is echt heel leuk. Toen kwam ik van de week thuis, want we waren van het weekend hier de hele weekend een beetje aan het klooien. En mijn vrouw die zit hier ook in de zaal en die is altijd overenthousiast over als ze wel zoiets heeft van, wat zijn ze namen aan het doen daar? En toen zei ik, goh, Herman die heeft nog een veel kleiner computertje. Namelijk dat is echt een soort plastic stripje wat je weg kan gooien. Maar er zit zelfs geheugen op en er zit een accu'tje bij en een zender en een ontvanger. Ja, wat moet je dan ermee? Ik snap, dat is lachen, want dan maakt hij een twitterende plant van. Een twitterende plant, wat is dat nou weer? Nou, dan zetten ze dat dingetje, dat gaat in de grond. En daar zeg je tegen van, nou weet je, als er zoveel vocht in zit, dan glijdt het materiaal goed. En als het minder is, dan glijdt het minder goed. En als het onder een bepaalde waarde komt, dan twittert of sms die plant van, oh, ik heb dorst. Ja, maar slaat dat nou op? He, wel leuk. Ik zeg, nou, op het moment dat die, dat soort hardware, open source, want het is allemaal open source, zo goedkoop wordt dat we het allemaal toe kunnen passen en het overal in de grond kunnen planten. En het dan op dat moment heel erg goedkoop en simpel wordt om niet gewoon iemand een contract
te geven om maar overal langs te rijden en water of schoon drinkwater, wat ik bedoel, wat ze echt niet ergens in hebben, gooien waren onder de planten, drinkwater te brengen en daarin te storten, maar dat alleen te doen op het moment dat die plant dorst heeft, nou, dan wordt het in één keer weer heel relevant. En daarom is dat het handelsen en klooien, zoals wij dat dan noemen, maar het maken van dingen met hardware en software, open source hardware en open source software, zo ongelooflijk relevant. Dus dat proberen wij hier te doen. Ja, heel graag. Werken jullie daar dan ook samen met het Zwembad en de Spullenman, die dit soort dingen ook allemaal doen? Ja, dat nog niet, maar ze zijn uitgenodigd. Ja. En wat we proberen te doen, hè, want voor degene die een FabLab, dat klinkt beter als een FabLab zoals wij het noemen, want sommige mensen toch hebben gemerkt, en ik heb een internetbedrijf, dus dan krijg je alle reacties van mensen die weten hoe de cultuur bij zo'n bedrijf is. En als je niet weet wat FAB is, dan leg je dat graag uit straks. Maar wat je merkt bij een FabLab of overlanden is dat er heel veel mensen zijn die zijn aan het maken. En dat is, wij hopen zeg maar een stukje toegankelijkheid eraan toe te voegen voor ondernemers en mensen die niet in eerste instantie begrijpen wat die nerds nou allemaal doen. Om juist die verbinding plaats te laten vinden. En daarom ook lezingen en workshops en zelf ook dingen doen. Dus dat voegen we eraan toe. Ik pretendeer geen FabLab te hebben, wij noemen het dan even een tech-atelier. En er zullen sommige dingen staan die ze daar ook hebben en anders. Maar we proberen daar natuurlijk de verbinding te leggen, zeker. Goed, en dan is het nu de 15e. En vanmiddag wordt het waarschijnlijk veel drukker nog. En heb ik mensen op de meet-up zien staan, waarvan ik dacht, wauw. Die komen als bezoeker, maar die zou ik ook wel als spreker willen hebben. Ja, en dan is er wel iets gelukt of zo, denk ik. En dan, krijg je zo'n warm gevoel van, of dat je ooit een boekje hebt gelezen. This is the end, je kent dat? Het is een heel mooi boekje, want het vertelt helemaal dat er tegelijkertijd allerlei dingen die tegenovergestelde lijken te zijn, ook waar kunnen zijn. Er bestaat natuurlijk niet iets als de waarheid, maar alleen de relatieve waarheid. En dat vond ik echt een mooi boekje, dat had ik natuurlijk op me gemaakt. En die meneer die komt gewoon ook. Joepie! Dat is toch gaaf? En die komt ook nog een verhaal vertellen. Dus dat is leuk, als mensen dezelfde intentie hebben om dingen te doen. Dus dat proberen we hier te doen. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in technologische ontwikkeling. Mocht je geïnteresseerd zijn in dus dat er heel veel mooie oplossingen zijn. Voor de wereld die vanuit de technologie komen, waarvan je denkt, ja, ik weet het nog niet hoor. Maar er zijn echt oplossingen op het gebied van voedsel, en Bart gaat er vandaag nog iets over vertellen, op het gebied van energie, op het gebied van schoon water, op het gebied van voedsel, energie, schoon water en informatietoegang, die gewoon zo absurd zijn, dat iedereen het gewoon moet weten. Die gewoon zo absurd zijn dat als we met z'n allen omarmen, dat we gewoon letterlijk in een wereld van overvloed kunnen gaan leven. Ik pak nog een ander boekje erbij. Een boekje Abundance. Ken je wel of niet? Het is echt het meest indrukwekkende boek wat ik de afgelopen 5 jaar in mijn handen heb gehad. En daar staat op al die gebieden in waarom we over 10 of 20 of 30 jaar in overvloed leven. Waarom energie waarschijnlijk gratis wordt. En wat er gaat gebeuren als de Rising Billion toegevoegd wordt aan het collectieve brein dat we met z'n allen hebben. Het is een mooi voorbeeldje van social entrepreneurship en van duurzaam, van maatschappelijk relevant ondernemen. Er is een bedrijf dat nu mobieltjes maakt voor de ontwikkelingslanden. En iedereen zei van, ja, nee, je gaat er geen mobieltjes maken voor ontwikkelingslanden? Ja, dat ga ik wel doen, want Rising Billion, hè. Als je daar 5% van een telefoontje kan verkopen. Dat zijn heel veel telefoontjes, maar ik maak ze heel goedkoop. En ze hoeven eigenlijk alleen maar op internet te kunnen en je niet meer kunnen bellen, want die mensen moeten toegang hebben tot de informatie. Dat is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling, toegang tot de informatie. Hè? Want er bestaat geen exclusiviteit op informatie meer, dus je hoeft alleen maar toegang te hebben. En dat begint nu het grootste mobieltjesbedrijf ter wereld te worden. Want die verkopen mobieltjes geloof ik voor 10 of 20 dollar. Dat is meer misschien als dat die mensen in een maand verdienen, maar dat hebben ze er wel over. Want daarna kunnen ze weer dingen gaan doen waardoor ze meer verdienen en weer van belang kunnen zijn voor de community waar ze zijn. Omdat ze toegang hebben tot informatie. Dus dat is ook weer een mooi voorbeeldje van
van maatschappelijk relevant ondernemen waar iemand. En die stopt er natuurlijk niet mee. Ik zeg niet, hey, God, wat een succes, hè. Ik verkoop heel veel beeldjes, maar ik stop ermee, want ik vind het nu stom. En daar gaat hij mee door, zolang die mensen daar behoefte aan hebben. Dus dat is handig. Hier staan voorbeelden, ook van voedselproductie, waar we allemaal natuurlijk heel erg aan moeten wennen. Hamburgers die uit het laboratorium komen, ja, dat vinden we natuurlijk nu nog heel gek. Dat is wel handig, want dan heb je niet een hamburger waar je vet van wordt, maar heb je een hamburger waar je beter van wordt. Dat kan. Ja, hij komt hier niet uit een dier gehaald, maar ja, dat is ook onhandig, want een dier, stier heeft 54 eenheden energie nodig om één eenheid energie te maken. Dus sowieso niet zo'n handig idee. En het leuke is dat je daar allemaal aan moet wennen, maar dat je merkt dat op het moment dat je realiseert dat heel veel voedsel van wat we nu eten eigenlijk ook niet zo heel erg natuurlijk is. En je kan dat loslaten, want heel veel dingen zijn natuurlijk bijzonder gemodificeerd. Tot aan brood en alles toe. Dus je laat het los en je stelt je dan open dat je dan misschien begrijpt van hé, verrek, maar wacht eens, als dat dan gaat gebeuren, dan zou het misschien wel zo kunnen zijn dat we straks voldoende voedsel hebben. Het enige is dat wij de neiging hebben om alles wat we tegenkomen wat nieuw is natuurlijk, Jan Lommeree legt dat altijd mooi uit, dat we dat afzetten tegen datgene wat we al weten. Dus we proberen altijd de vrede te vinden wat we begrijpen. En wat we nou hier bij Permanent Better gaan proberen te doen, is je in te laten zien van vergeet dat frame nou even. Stel nou eens dat het lukt. Stel nou eens dat het inderdaad dat idee wat ze hebben om folie te ontwikkelen wat je op het raam plakt. En dan is dat raam in één keer een zonnepaneel. Het is er al, alleen het is nog niet zo dat je het heel makkelijk kan verkopen. Wat dat dan betekent? Wat dat betekent niet alleen voor de energievoorziening, maar wat het betekent voor landen waar ze bijvoorbeeld heel veel zon hebben. Waar ze misschien niet zoveel raam hebben, maar hebben ze wel veel plek, dus dan kunnen ze mooi tot de volgende vloer nemen. En wat dat betekent voor zo'n land als het gaat als er gewoon te veel energie is, dan hoef je er ook geen oorlog meer over te voeren. Dan hoef je ook niet meer van elkaar af te pakken. Wauw. Weet je, en dat soort dingen, dat willen we graag hier proberen te verwonderen en we zeggen ook wel eens een beetje te verwarren en dan te ontwarren. Vertellen van, hey, joh, kijk eens wat er allemaal gebeurt. Het lijkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel. Dus voel je uitgenodigd als je denkt van, ik wil hier graag nog een keer komen. Ik wil hier graag een keer met een apparaat spelen, want ik wil het wel eens een keer zien. We hebben hier van de week, vorige week, een workshop useless machines bouwen gedaan. Ik weet niet of je zo'n apparaat kent, maar er staan er boven een paar. Oh, heb je er een bij je? Oh, fijn. Mag ik hem even laten zien? Ja. Joost is een held. Batterij erin. Ah! Oké. Okay. Is meteen een leuke metafoor, een useless machine. Je hebt ze in allerlei vormen en maten. Je hebt ze in blikjes, doosjes. En Joost dacht van ik gebruik een sigarenkistje, want dan wordt het wat moeilijker, want het is heel plat. Er zit een knopje op. En dat knopje kun je dan omzetten. En het enige wat je vervolgens doet is zichzelf weer uitschakelen. De most useless machine. En je denkt, ja, slaat het wel op. Nou, nergens op. Maar het leuke is, hij heeft eigenlijk een heel goede functie, want als je hem ergens neerzet, gaan mensen altijd lachen. Want hij heeft ook nog een eigen wil. Want daar laat ze ook niet gek maken. En ik geef het wel, het is echt heel erg leuk om zo'n ding te bouwen. Tenminste voor een aantal van ons. Ik zag net iemand zo hoofd op de muur om de deur. Die raakte wat gefrustreerd. Maar het is ook meteen een mooie metafoor die je kan gebruiken. Voor constructen die zichzelf soms in stand houden. Maakt niet uit wat je doet. Het construct blijft doen wat hij doet, ook al weet hij niet waarom hij het doet. En dat zien we heel veel om ons heen. Daar moeten we volgens mij doorheen. Daar moeten we volgens mij doorbreken. Goed. Ik had mezelf beloofd dat ik het wat kort zou houden. Dat als er misschien mensen zijn die zeggen van ja, ik heb voor de rest van de dag nog wel vragen. Of ik wil hier iets over weten. Of je zegt het nou wel, maar leg me uit wat je doet. Want ik heb het nog steeds niet begrepen. Ik doe dat graag nog een keer. Dus ja, vraag maar raak. Dus, en voel je uitgenodigd hè, om mee te doen. Peter. Is dat alleen vandaag? Of jij zegt boven staan kamertjes? Oké. Is dat permanent? Het is permanent beta, dus het zal ook iedere keer in een andere vorm zijn waarschijnlijk. En als het echt heel erg goed bevalt, dan zullen we misschien een paar keer hetzelfde doen. Wij blijven hier. We hebben sowieso de afspraak in dit gebouw dat we hier tot eind 2013 mogen zitten. Maar het begint nu zo
bekend te maken en beginnen ook mensen van de SER aan te haken en noem maar op. Dat we waarschijnlijk al weten dat als het niet doorgaat, dat we ook alweer een ander plekje krijgen. En we blijven dus allerlei sessies aanbieden. En die gaan van, die kunnen gaan van slimmer werken. Dus gewoon dat er hier iemand is die jou in een uur uitlegt hoe je 4 uur per week over kan houden door gewoon een paar dingen slimmer te doen. Nou, dat is sowieso een goed idee, denk ik. Tot aan mensen die iets gaan vertellen over dat het handig is om alle data van jezelf op te slaan. En daar dan dat dan te helpen om gezonder te leven of beter te slapen of te begrijpen hoeveel stapjes je moet nemen. Of, dat noemen ze quantified self. Heel veel leuke verhalen, maar dat ga ik niet vertellen, want die heb ik van Martijn Haslander gehoord. En die gaat ze dan waarschijnlijk zelf ook weer vertellen, dus dat is heel lief. Maar ook ook allerlei van dit soort onderwerpen die te maken hebben met energie, technologie, voeding, onderwijs, een heel belangrijk onderdeel. Tjeu die gaat vandaag daar nog een interessant verhaal over gaan. Het onderwijs is natuurlijk ook een ding van deze tijd waar we iets mee moeten, maar ook gelukkig mee kunnen, met dank aan de technologie. En als je meetup.com in de gaten houdt, of de verwijzing op de website van Permanent Beta, dan zie je iedere keer wanneer er iets is en dan kun je denken van, oh, dat vind ik leuk, daar ga ik heen. Dus we organiseren bijvoorbeeld iedere maand dit jaar nog Evernote meetups. Evernote, ik weet niet of je het kent. Als je het niet kent, zorg dat je het leert kennen, want het is heel handig. Als je het wel kent, denk niet dat je weet hoe het werkt, want het kan altijd anders. Dat is eigenlijk Evernote. Maar daar hebben we iedere maand hebben we daar meetups voor. We gaan hier een inspiratiecafé organiseren voor ondernemers door ondernemers. Die datum komt nog op meetup deze week. Dat betekent dus dat ondernemers daar ondernemersverhalen gaan vertellen. En dan niet de accountant die komt vertellen dat je goed je belasting moet doen, met als achtergrond dat hij dan graag wil dat je dat bij hem komt doen. Maar gewoon een ondernemer die zijn learnings met je komt delen. Omdat hij dat graag doet, omdat je elkaar daarmee verder kan helpen. En al die dingen komen op meetup en die zijn allemaal gratis toegankelijk. Vaak nog wel met koffie en thee. En voor de rest hebben we niet de neiging, want dat doen we allemaal gratis. Gaan we hier niet ook nog gratis voeren en zo, dus dat je dat weet. Dus geen ingewikkelde diners en moeilijke dingen. We gingen het namelijk geen gedoe, want we hadden een hekel aan. Daarom deden we ook dingen zonder papier. En als je denkt van, oh, ik heb ook iets heel relevants te vertellen. En dat wil ik graag delen. Dan kan dat. Dan hebben we een ballotagecommissie. Die bestaat uit en nog 2 mensen. En wij doen onze voelhorens, wil die dat omdat hij iets wil verkopen of wil die geven om te geven? Want dan is het goed. Want geven om te geven is wat anders dan geven om te krijgen. En dat je daarna krijgt is prima natuurlijk. Is dat antwoord op je vraag eigenlijk? Dus het gaat nog een hele tijd door. Het gaat nog een hele tijd door en met heel veel andere leuke dingen. Ja. Zijn er nog meer mensen die mij willen prikkelen om in een omweg antwoord te geven op een vraag? We willen de wereld niet veroveren, maar als het lukt wel een beetje upgraden. Dat is best mooi. Ja. Willen we dat uit Amersfoort? Nee, niet per se. Maar het is een andere plek. Dit is centraal. Dit is vlakbij het station. Maar het kan best zo zijn dat Permanent Beta ook ergens anders pop-up doet als dat nodig is. Want ik weet namelijk niet precies wat het is. Het is namelijk ook geen bedrijf. Er zit ook geen winstoogmerk achter, er zit geen jaarrekening, er zit geen hiërarchische structuur, het heeft geen directeur. Het heeft nu toevallig een onderkomen, maar het bestaat vooral denk ik uit mensen die dingen willen delen. Het klinkt als Nokia. Wauw, heb je die speciaal ingesteld? Oh, staat wel. Oh nee, dat is waar, dat was een statement, hè? Dat is wel anders. Oh, kom maar. Maar daarna doet hij het niet meer, hoor. Ja. Kijk, maar volgens mij kun je gewoon een rood knopje drukken. Ja. Het is een user machine. Hé, maar je hebt de telefoon met de minste knop van iedereen. Nog gaat het niet uit. Dus dat kan prima, graag. Dus als dat een keer in het zuiden van het land relevant is,
of die karavaan moet verplaatsen. Het enige doel is dat we zoveel mogelijk, we willen kennis vloeibaar maken en we willen mensen kennis laten maken met dingen die je niet zomaar iedere keer ziet, maar die wel heel erg relevant voor onze toekomst kunnen zijn. En dan het liefst met mensen in aanraking brengen die er iets mee kunnen. Of dat nou overheid of ondernemers of doeners of denkers of makers zijn, als het maar vet kunnen. Ja, dus dat, ook, we hebben nog wel een leuk verhaaltje over. We hadden een soort webappje gebouwd, heel simpel, met het programma. En met de KNV Koophandel, ja, het open source gaat twee kanten op. Dus ik zeg, goh, vinden jullie dat handig? Ja, wat gaaf zeg. Ik zeg, nou, jullie doen wel eens een startersdag. Oh, dat zou dat mooi zijn. Ook, nou, dan krijg je dat van mij. Huh? Maar dat is toch van jullie? Nee, dat is van ons, want dat hebben we hier gemaakt. Dus dat is toch van ons? Zo moet je, denk ik, erin zitten. En dan zijn er genoeg mensen die ook dingen willen geven en dan hoef je echt niet meer zorgen te maken of je een broodje of een glaasje laat of een kopje koffie of een dak boven je hoofd hebben. Als je zoveel kan toevoegen met elkaar en waarde kan creëren, dan zijn er genoeg mensen die je daar dan ook bij willen helpen. Dat gaat echt heel erg hard. Dat is echt belachelijk. Weer een heel lang antwoord op een korte vraag. Nog meer? Nou, dat is mooi, want dan ben ik precies op tijd. Dan kunnen we even koffie drinken en dan hebben we straks weer een nieuwe ronde. Was dit fijn zo? Ja. Ja? Oké. Dank jullie wel.